ik werd geconfronteerd met mijn eigen behoefte om connected te zijn met de wereld om me heen. En ik wou gewoon weten wat er gebeurde. En opeens wist ik het niet meer. En toen kwam ik in een hele kleine microcosmos van de zeevaart. Dat was heel bijzonder, dat je opeens een onderdeel wordt van een bemanning. En dat voelde ik ook echt. Ik was echt gewoon, het was mijn... ik was een onderdeel van de bemanning. Al liep ik daar natuurlijk altijd als een soort van malle appie rond met mijn camera. En zij waren aan het werk en mijn handen jeukten ook. Want ik vond het eigenlijk heel aantrekkelijk werk om gewoon te schilderen en aan dingen te sleutelen en weet ik veel wat. Maar dat was niet mijn taak. En... Maar ik voelde me wel als een onderdeel van de bemanning. Ik ging maniacaal fotograferen, maar omdat er gewoon op een gegeven moment niet zoveel te fotograferen was, ging ik dus dingen anseneren. Dus mijn werk werd ook anders daardoor. Normaal zou ik heel erg gewoon kijken en reageren op wat ik zie. Maar toen moest ik het zelf ook gaan creëren. En dat was leuk ook om te doen. Ze kon gewoon een beetje spelen. Ik had tijd zat. In mijn romantische blik had ik het idee dat iedereen getatoeëerd was. En gewoon stoere mannen en zuipen en dat soort dingen. En met z'n allen gewoon zeemansliederen zingen in de avond. En noem maar wat. Alle clichés die had ik zo'n beetje in mijn hoofd. Maar er bleek helemaal niks van te zijn. Sowieso werd er geen druppel gedronken aan boord van het schip. Dat mocht niet. En die mannen die zaten gewoon braaf televisie te kijken met z'n allen. En dan om 8 uur gingen ze met z'n allen naar bed. En niemand had tatoeages en ze hadden allemaal brave huisvaders. En toen dacht ik van nou, dan moet ik zeg maar dat cliché wat ik in mijn hoofd had, moet ik maar gewoon een beetje opleggen. Dus toen zei ik tegen hem van mag ik een tatoeage op je arm tekenen met een ballpoint. En dat soort dingen vonden ze heel grappig, dat ik dat allemaal met hen uithaalde. Nou, kijk, een van de redenen waarom er een soort van lethargische sfeer was, was omdat het stormde. Ze konden niet naar buiten, want het was te gevaarlijk. En je kon eigenlijk ook niet echt werken, want het was, je kunt gewoon elk moment kun je omlazeren. Dus mensen hadden gewoon niet zoveel te doen. En op het moment toen de storm wegging, dat was eigenlijk het moment dat we de Gulfstream doorgingen. Dat is ook heel bijzonder. Dus je moet je voorstellen, de Gulfstream is de warm waterstroom die door de Atlantische Oceaan vlak voor de kust van Amerika gaat. En je komt dan aan en de zee is ruig en het is koud en wind. Toen kwamen we bij de Gulfstream en het klimaat veranderde. Van echt een soort van arctische omgeving was het opeens tropisch. Het was echt heel bijzonder. Dat je echt zo... Dat ging echt bijna van het ene uur op het andere uur. En daarna werd het gewoon leuk en aangenaam. En zag ik voor het eerst dolfijnen. En werd iedereen weer relaxed. Want de deining ging uit het schip en toen gingen de luiken open en toen kon er weer geverfd worden en toen werd het eindelijk gewoon zeg maar een beetje dat romantische beeld dat ik had. Dat ik gewoon lekker op het dek kon zitten en naar buiten kon staren en mijmeren over van alles in het leven. Dan nader je zeg maar de kust van Amerika en Ik verlangde ook wel weer heel erg naar vaste grond onder mijn voeten. Maar voelde me ook wel een klein beetje nostalgisch over het feit dat het voorbij was. En dat ik zeg maar mijn vrienden, mijn collega's vaarwel moest zeggen. Maar toen kwam er nog een rare aap uit de mouw. Omdat we dus gewoon zoveel tijd hadden verloren op zee door die storm, was ons timeslot in de haven voorbij. En het is namelijk allemaal helemaal gepland. Hè? Dus het ene schip komt, het andere schip gaat. En toen kwamen we daar en toen kregen we te horen dat we voor anker moesten. En dat was voor mij een soort van genadeklap. Dus dat ik zag de kust, ik kon gewoon ik kon erheen, ik kon het ruiken. Dat is ook trouwens even een zijdingetje heel bijzonder. Dat je op zee ruik je niks. Dat wist ik ook niet. En er zijn ook geen insecten natuurlijk en bijna geen vogels. Maar je ruikt helemaal niks. En zodra je dan in de buurt van het land komt, dan ruik je weer de kust. Dan krijg je weer dingen ruiken die we voor lief nemen.
Dus ik rook het land, maar ik mocht er niet naartoe. En dat duurde echt ook een paar dagen voordat uiteindelijk ik gewoon voet aan land mocht zetten. Dus dat vond ik ook, dat vond ik echt een van de moeilijkste dingen. Dat ik wel, ik zag het, maar kon er niet naartoe. De bord soep, dat is eigenlijk bijna uit frustratie ontstaan. Want ik kreeg weer zo'n bord met die vette soep voor me. En ik zat ernaar te kijken. Ik dacht van, ik moest het gewoon bijna als een soort van vorm van agressie moest ik hem fotograferen. Om te laten zien, kijk nou, weet je wel. En toen ik had die foto gemaakt, flitser die was al stuk gevallen inmiddels. Maar toen dacht ik, oh nee, maar dit is gewoon te mooi. Hier moet ik gewoon een video van maken. Dus snel naar mijn hut gerend en toen een videocamera gepakt. Dus als je goed kijkt in de foto, daar is de soep nog wat. Daar is het vet nog gewoon vloeibaar. En in de video is het vet al een beetje gestold. Dus die opname was best lang. Dus je ziet zeg maar, die soep steeds dikker worden. Maar dat was, voor de video was dat een heel mooi effect. Maar ik werd me daar ook nog een keer mee geconfronteerd. En dat is een foto van die patrijspoort met die cirkel. Toen stond ik daar, toen ik die foto maakte, stond ik met de kapitein op de brug. En toen ging het behoorlijk tekeer. Dus dat schip dat knalde heel vaak weer in die golven. Die golven die kwamen helemaal bijna tot bij de brug. En dus wij stonden daar zo met z'n tweeën zo met die camera. En ik vroeg zo aan de kapitein van, ben je nou nooit bang? Weet je wel, als je hier zo storm terechtkomt. En toen zei hij, ja, nu. En ik zei, hoe bedoel je? Ja, hij zei, moet je kijken naar die meter. En je hebt dan zo'n meter met een pijl. En dan heb je dus, die loopt dan zo. En die pijl die loopt hier en die gaat dan zo heen en weer. En dan heb je groen en daarnaast het rood. En dan, als die in het rood terechtkomt, dan kan die gewoon gaan tippen. Dus ook omdat we een zoutlading hadden. Als die lading gaat schuiven, dus als die over dat punt heen komt, de lading gaat schuiven, dan flop, dan is het zo in één keer voorbij. En dat gaat heel snel, zei hij tegen mij. Ja.